Aanbouw komt dit keer uit het groen. En niet zomergroen, ik sta hier in een park op 5 meter hoogte op het dak van een parkeergarage. En de gemeente Amsterdam wil meer van dit soort groene daken in de stad en geeft er ook subsidie voor. Hier heb ik afgesproken met Remco Daalder, stadsecoloog in Amsterdam. Hey, dag Remco. Goedemorgen. Hoi. Hallo. Ik ga een park naar de zin. Remco Daalder, je bent stadsecoloog. We staan hier op een dak. Waarom zijn dit soort plekken in Amsterdam? Nou, ze zijn hartstikke belangrijk voor de stad. We hebben een paar problemen waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Het wordt steeds warmer. En we krijgen zomers steeds meer van die enorme stortbuien. Dan stromen de riolen over, dan gaan straten blank staan en dan lopen kelders onder. En daarnaast willen we in de komende jaren nog meer woningen bouwen, maar in de stad zelf. Niet in het buitengebied, om dat groen te houden. Wat krijg je dus? Je krijgt water te veel in de zomer, je krijgt een te hete stad in de zomer en je krijgt nog meer huizen dicht op elkaar. Je krijgt een nog grotere steenmassa. Dat moet je dingen gaan doen om dat goed te breien en dan zijn daktuinen een uitstekend middel. Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we nou zorgen dat we meer van dit soort tuinen in Amsterdam gaan krijgen? Wat je kan doen is raad geven. We hebben daar een website voor, www.groeninamsterdam.nl. Met een kaart erop waar je op je al kan zien waar die daktuinen liggen en ook allerlei tips en zo. En er is nog steeds een gemeentelijke subsidie. Okay. En er is veel meer mogelijk dan je denkt. Hè? Je kan ook op, dit is dan het dak van een parkeergarage, die is stevig. Maar op woonhuizen kan je ook heel vaak daktuinen aanleggen. Niet zo spectaculair als dit. Maar een dak met van die vetplantjes kan je sowieso al. En ook dat dempt de hitte. Die zomerse hitte die steeds meer een probleem wordt in Amsterdam. In je huis scheelt het 8 graden zo'n dak. Wat een paradijs. Welkom. Ja. En hier ook gewoon aan de Weesperzijde heb je zo'n prachtige tuin zitten. Ja. Ja. Zit je hier uniek. Vaak? Vaak, ja. Relatief vaak. Eigenlijk ook... Ja, je merkt eigenlijk als je zoiets, zo'n plek hebt, dat het niet altijd zonnig hoeft te zijn om hier gewoon van te genieten. Heb je dit dak al lang op deze manier? Dit dak is hier nu 8 jaar. Maar het stuk van het groene dak, dat is eigenlijk nadat het terras gebouwd is dat als aanvulling erbij gekomen. Wat zijn dit precies voor plantjes? Dit zijn vetplantjes en de verzamelnaam is sedum. Het is een rotsplantje die heel weinig nodig heeft om te kunnen gedijen. Het mooie ervan is dat ze dus altijd groen blijven. En degene die met het idee kwam was een Duitse hovenier. En die kwam eigenlijk met een soort vanzelfsprekendheid van je legt gewoon op stukken die braak liggen, leg je gewoon sedum. En we hadden er echt nog nooit van gehoord. Doctor, I want you. Matthijs Boudree, we staan hier op een dak in het groen en jij bent dakdokter. Wat is een dakdokter? Een dakdokter is iemand die ontzettend behoefte heeft om het zwarte, hete daklandschap om te toveren in een geweldig groene gebruiksoase. Is het dak ziek dan? Ja, we hebben als dakdokters geconstateerd dat de daken ziek zijn. Het zijn de verteerde rokerslongen van de stad. En wij willen de steden, beginnend in Amsterdam, haar gezonde longen weer teruggeven. Ja, en welke medicatie schrijft u dan voor? Men neemt een stuk groen sedum, wat we hier vanochtend zijn gaan leggen. En hier buitenom gaan we dat ook nog allemaal leggen. Dus zwarte longen aan de zijkant moeten ook nog? Ja, die hebben al 30 jaar zo erbij gelegen. Ja. En dat wordt nu omgetoverd tot een heel dek van groen, waar niet alleen deze sedumplantjes zoals ze er nu uitzien een beetje vertrapt, zoals ze dat vlak na het leggen daaruit zien, maar daar komen allerlei plantjes en kruiden in die daar per seizoen ook weer een heel andere kleuren schakering aan gaan geven. Daar zit natuurlijk ook heel veel werk in, maar wat het grote voordeel van is je beschermt de bestaande daklagen, het bitumen onder andere. En dat is anders onder invloed van zon en weer en wind is het natuurlijk van min 20 tot plus 80. Want zo heet wordt een zwart bitumen dak. En daar kan teer en bitumen maar een bepaalde tijd tegen. Na 15 jaar moet je je dak vervangen officieel. Als je het beschermt of eigenlijk een gematigd klimaat daarvan maakt door het zo te beschermen, dan zijn die invloeden veel minder sterk en gaat je dak veel langer mee. De grap is eigenlijk dat we in Nederland een beetje achterlopen. Sedum en groene daken bestaan al heel lang. Letterlijk vanaf de oertijd, maar dat is een beetje flauw. Het gaat erom dat het in de jaren 70 en 80 al heel erg in schwung was in Duitsland. En dat Engeland en Amerika dat al veel verder ontwikkeld hebben. Dus deze systemen zijn helemaal niks nieuws. Dus het is ook heel rustig voor de burger of de gebruiker om te weten dat het systeem zich al lang bewezen heeft. Alleen dat wij daar dus blijkbaar nog niet aan toe waren, tot nu toe. Doctor, I want you. I can get over you, doctor.
Lien, we staan hier echt midden in de stad op het dak van American Book Center. En ook hier een groen dak. Waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, ten eerste, we zijn een gebouw met een boom beneden. We wilden ook lof boven hebben, een groene dak. Want dit is een levend huis vol ideeën die op bomen gedrukt zijn. Ja, dus dat was gewoon het eerste idee. Maar het is natuurlijk wel heel fijn om de isolatie te hebben. Het is veel minder warm in de zomer. Het is warmer in de winter. Het is geweldig om naar te kijken. Alle medewerkers vinden het heel fijn. Het bloeit soms rood, soms geel. En ja, huisbaas was ook heel blij mee, want de dak gaat nu wel 2 keer zo lang mee. Dus ja, dus je genot. Klinkt helemaal enthousiast. Ja. Is het trouwens ook iets wat je thuis ook zou doen, of niet? Of heb ik ook thuis. Heb je thuis al? Ja, serieus? Hè? Ja. Naar aanleiding van wat je hier hebt gedaan? Oké, en dat werkt ook zo? Je bent daar ook tevreden over? Ja, zeer ja. We staan hier op het dak van bewonersvereniging De Halve Wereld, midden in het centrum van Amsterdam. En we hebben de afgelopen maanden hier een groen dak gekregen, het grootste groene dak van Amsterdam. En dat was ook nodig, want na 25 jaar was het dak aan vervanging toe. Dus wij hebben als bewonersvereniging aangekaart bij woningcorporatie IJmeren. Is het mogelijk hier een groen dak aan te leggen? En ja, dat bleek mogelijk. En vooral voor de gunstige effecten. Het geeft heel veel CO2-opvang, hè? Dus dat de lucht wordt er beter door, er is waterberging. En we zijn er heel tevreden mee. En het uitzicht is ook nog mooi. We kijken nu alleen maar deze kant op, maar als we die kant op kijken, dan zie je ook wat voor oase dit is eigenlijk. Het is echt een groene. Hoort. Ja, klopt. Ik heb diverse dingen staan, maar bijvoorbeeld de druif. Die heeft het dit jaar ietsje minder goed gedaan, maar die doet het eigenlijk ook wel prima. Maar olijf doet het erg goed. Ja, die is echt enorm. Die is helemaal blij. Ja. Die overwint het ook gewoon goed. Ja. Die heeft het afgelopen winter hebben we best wel een stevige vorst gehad. Ja. Maar door zijn formaat heeft hij het gewoon goed gehouden. Rozemarijn, dat is ook uitstekend. Vijgen hierachter en hier aan de zijkant. Dus lekker voorbij het lamsvlees. Ja. Ja, je bent bijna zelfvoorzienend, joh. Je kan het is wel grappig dat je dat zegt, want we hebben wel de ambitie om hier ook meer eten. Dus dat we meer in de richting een eetbare tuin gaan. Ja. En die voorkant wil ik eigenlijk ook een beetje inrichten, dan meer als een moestuin. Ja. Met een grote bak. Ik zit hier graag. Ik kijk hier heel erg graag. Met mijn blik die kant op. Over het groen. Ja, over het groen, richting het water. Ja. Remco, hoe gaan we nou zorgen dat meer van dit soort daken in Amsterdam gaan komen? Eigenlijk zouden architecten met groen moeten gaan ontwerpen. Als je een gebouw maakt als architect, denk vast aan, daar komt een daktuin op. Daar kunnen de mensen straks wat mee. Daar. Zoals hier gaan ze met z'n allen gebruik van maken, ontwerp met groen. Maar is er al genoeg kennis voor om dat ook echt te kunnen doen? De kennis is er absoluut. Ja. Het kost wat meer, want het gebouw moet een wat zwaardere constructie hebben. Het kost een paar procentjes meer in de totale bouwprijs. Maar het betaalt zich terug in veel meer tevredenheid van de bewoners. En een gebruik van ruimtes die je anders niet gebruikt. En uiteindelijk, als de straten blank zijn en de kelder stromen over, dan kost dat de gemeente ook heel veel geld. Dus uiteindelijk betalen daktruinen zich dubbel en dwars terug. Na een dag doorgebracht te hebben op de groene daken hier in Amsterdam is het mij volledig duidelijk. Groene daken hebben alleen maar voordelen. En binnenkort komt er ook nog een subsidie voor zonnepanelen en die doen het extra goed op deze groene daken. Dus ik verwacht eigenlijk als we de komende jaren hier om ons heen gaan kijken dat het alleen maar groen om ons heen zal zijn. Ha ha ha!